Op de tweede zondag in mei zetten we alle mama's extra in het zonnetje. Want dan vieren we over heel de wereld Moederdag. Heb jij al een cadeautje voor je mama? Iets wat je zelf hebt gemaakt? Of heb je een lekker ontbijtje voorbereid? Psst! En je kan ook nog te gek speelgoed winnen, dus blijf even kijken. Oké, we beginnen met een leuk weetje. Wist jij dat het woord moeder in opvallend veel talen begint met een M? Oh, dat vind ik leuk. Dus ik heb even de vertaler erbij gepakt. Mother is natuurlijk in het Engels. Dit is mama in het... Mère. In het Frans. Laten we in het Duits doen. Dat is ons buurland. Mutter. Oh, in het Spaans. Madre. Voor mij is dit een hele speciale moederdag. Want afgelopen jaar mocht ik voor het eerst mama worden van neefje. Wist jij dat als je ongeveer 2 jaar bent, dat ik dan ongeveer 7000 luiers van jou verschoond heb? Wist je dat? Nee hè? En ik heb speelgoed gevonden zodat jij alvast kan oefenen voor het geval je zelf ook wel eens moeder wordt. Namelijk deze super schattige baby van My Beautiful Dolls Room. Wat een lieve baby. Kom maar, lieve baby. Met mooie blauwe ogen. En er zitten ook allemaal leuke spulletjes bij. Zoals een potje. Nou, die van mij kan nog niet op een potje hoor. Nee, die doet gewoon nog in een luier. Kijk nou wat een mega lieve baby ik zojuist heb gekregen. Nou, in het echt gaat het zeker niet zo snel hoor, een baby krijgen. Lijken we een beetje op elkaar? We hebben in ieder geval niet dezelfde oogkleur. Wist jij dat bijna alle baby's worden geboren met blauwe ogen? En meestal na een paar weken, of misschien zelfs een paar maanden, trekken ze bij naar de kleur die ze hun hele leven gaan hebben. Met een prachtige strik heeft ze om en een heel lief rompertje met streepjes. Heb jij wel eens een babytje vastgehouden? Dan moet je altijd wel heel erg voorzichtig doen. Zeker het hoofdje is heel erg kwetsbaar. Hallo schat. Ja, een baby krijgt in het begin borstvoeding of melk uit de fles. En deze baby krijgt gewoon lekker water. Ja, dat vind je lekker hè? En als baby dan wat ouder is, dan krijgt hij ook vaste hapjes. En dat krijgt de baby in een bordje. En als de baby gaat slapen of een beetje verdrietig is, dan hebben we ook nog altijd een speen. Ja hè, ja, doe maar rustig, ja. Ja, en als dan de baby gepoept heeft, dat doen ze toch echt al wel vanaf het begin. Dan hebben we hier een luier. En de billetjes schoonmaken. En dan moet je de luier aandoen. Hoe was dat ook alweer? Eens even kijken. Ja, dan moet je dus om de beentjes. Ja, dat valt niet mee hoor, met één hand. De luier zit om, maar hij is wel een beetje groot. Maar ja, dan kan er ook veel poep in. Is deze leuk? Een leuk zusje? Ja, hè? Dat is een lieve baby. Ja, hè? Zo heb je er 1 en zo heb je er 2. Maar je wil ook wel eens op reis met de baby. Lekker naar de stad of op vakantie. Dan heb ik hier een meeneemstoeltje voor de baby. En hier hebben we dan een riempje, zodat de baby er niet uitvalt. Baby, waar ben je? Oh, daar ben je. Oh, wacht even. We doen wel even je luier weer af. Ja, dat is ook weer zoiets om met de luier over straat te gaan. Hopsetee. Je moet even erin. Zit het lekker? Ja, het zit lekker. Maar ja, alsof dat niet genoeg is. Baby's moeten natuurlijk ook slapen. En dat doen ze in een speciaal babybedje. Oh, dit is handig. Oh, dit gaat een stuk makkelijker dan het bedje wat wij hebben. Oké, dit is gewoon net als een tent. Dat je gewoon met 1 zo vloep. En dan staat het bedje of zoiets. Het bedje staat inmiddels in elkaar. Dan kan je baby gaan met lekker slapen. En hebben ook nog een speen. Zo. Lekker slapen. Slaap lekker, lieve baby. En wil jij nou ook deze super schattige pop winnen? Dan hoop ik dat je weer goed hebt opgelet. Want hoeveel van dit soort aapjes heb jij voorbij zien komen?
Tel alle aapjes en laat het weten op www.mijnschoolbox.nl. En wie weet, win jij dan wel deze ontzettend lieve pop. En in de volgende vlog maak ik de winnaar bekend. En in de vorige vlog hadden we ook een winnaar van te gek speelgoed. En de winnaar is geworden... Ja, gefeliciteerd en ontzettend veel speelplezier. Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En tot in de volgende vlog. En een hele fijne moederdag. Mwah, 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 mwah. Doei! Doei! Dag!